Toyota grijpt de autobeurs in Frankfurt aan voor een nieuwe stap in hun hybride offensief. Dat is nodig ook, want de concurrentie op dit gebied zit niet stil. Nou, met de lancering van de Prius Plug-in en de Prius Wagon zet Toyota zomaar een hele Prius-familie neer. Hoeveel procent bijtelling scoort dat nou? Want dat is toch waar het bij een Prius om gaat. Nou, goed nieuws. Deze riante Prius Wagon doet dankzij een uitstoot van 99 gram 14% bijtelling. Maar het wordt nog mooier. De Prius Plug-in die komt op een uitstoot van 49 gram. En dat betekent 0% bijtelling in Nederland. En de nieuwprijs onder de 40.000 euro, belooft Toyota. De Wagon die is rondom groter en ruimer dan de gewone Prius en zelfs ruimer dan een Verso, met een wielbasis van 2,78 meter. Als vijfzitter heeft hij nog een bagageruimte van 505 liter en dat maakt hem tot een hele verstandige, praktische familieauto. Hij is mede zo praktisch omdat Toyota koos voor een compactere lithium-ion accu die niet achterin, maar tussen de voorstoelen een plek heeft gekregen, in de middenconsole. De Prius Wagon gaat begin 2012 op de weg verschijnen in Nederland. De Prius Plug-in heeft net als de Wagon een lithium-ion batterij. En een aanzienlijk grotere actieradius als je alleen elektrisch wil rijden dan een gewone Prius. 23 kilometer kun je volledig elektrisch rijden. En je kunt de accu volladen aan het stopcontact. Met al dat Prius nieuws zou je bijna vergeten dat de gewone oer-Prius ook nog een facelift heeft gekregen. Meest in het oog springend, een forse nieuwe bumper en nieuwe achterlichtunits. We hebben gekozen hier voor lithium-ion batterijen omdat dat beter past bij dit soort voertuig. De Prius Wagon is een grote wagen, een familiewagen waarbij we 7 zitplaatsen willen voorzien, voldoende kofferruimte. Zodanig dat we moeten kiezen voor een batterij die zo klein mogelijk is. Wat dus betekent dat we een lithium-ion batterij kiezen, omdat we daarin meer elektrische energie kunnen opslaan dan in een klassieke nikkel-metaal-hydride batterij. Meer dynamiek en meer rijplezier, dat is waar Toyota op hamert als we het hebben over de vernieuwde Avensis. De grill en het dashboard werden aangepakt. En Toyota maakte van de facelift Avensis gebruik om ook meteen een nieuwe dieselmotor te introduceren. 2 liter, 124 pk. Een uitstoot van 119 gram. En dat is net te weinig voor een gunstig bijtellingstarief. Het kan niet altijd feest zijn bij Toyota. Nou, nog één hybride dan, om het af te leren, voor het slapen gaan. De Lexus GS 450. Maakt zijn Europese première hier in Frankfurt, maar werd in augustus in Pebble Beach al onthuld. Mooie, dikke auto.